Kastel, Wouters en de rest. Te vieren met een goal. Feyenoord naar 3-1 te schieten, 10 minuten voor tijd. En dan moet hij de normaliteur echter speelt zijn. Dirk Kuyt, het staat 3-1. Het staat 3-1 voor Feyenoord. Kuyt van weer om. Persoon, dat is goed. En Amari Kuyt, daar zit er alweer in. Dirk Kuyt, nummer 8 van het seizoen al. 3 keer in het Abelinska stadion. En nu alweer verantwoordelijk voor de eerste van deze wedstrijd. En Amari ligt klaar. Niemand die druk zet. Die hat-tricks achter elkaar voor Kuyt. Dirk Kuyt voor de 3-1. Ja hoor. Nummer 10 van het seizoen en het gebaar over en uit. De wedstrijd is beslist. De familie Kuyt zeer blij. De vlag voor buitenspel bleef omlaag. Dus mag Kuyt gaan aanleggen. En raak. Net als tegen Utrecht, net als tegen Cambuur scoort Dirk Kuyt vanaf 11 meter. En Feyenoord staat met 1-0 voor. Die loopt er vast. Waardoor uiteindelijk hier Kuyt kan uithalen en zorgen voor de gelijkmaker. Het grote opluchting van alles en iedereen wat Feyenoord is. En dat zijn toch de meesten hier. En daar is hij super blij mee. Want hij stond niet alleen vandaag nog op Blanco. Maar hij heeft hem dan toch te pakken. Van der Heijden, mooie paas. Kuyt. En het is 2-1 voor Feyenoord. Geweldige paas van de Heijden, maar hoe prachtig maakt Kuyt dat af. En wat is hij dan toch weer? 1-2, Gustafsson, zijn eerste kans is kappen en dan breekleggen. Kuyt, ja dan is het de hangen natuurlijk. Zit just in de fout van Gustafsson, effectieve 1-2 en daarna bewaart hij toch de rust. En dat moet je ook zeggen, wordt er totaal niet meer meegelopen met Kuyt. Weer een tegenvaller, Loken zelf, legt er klaar voor Kuyt en van richting veranderd, 0-4. Feyenoord overklast Heerenveen op alle fronten, schaam je kapot. En dat zijn uiteraard de Heerenveen supporters. Elia zoekt lang zelf de ruimte om te schieten, die ruimte is er niet. Het is weer een bal waarbij je Mulder niks kan verwijten, maar hij heeft wel een 4. Bal schiet door en zit erin, daar is Kuyt weer. 0-5 en de eerste helft is nog niet eens afgelopen. Ja, 3 keer Kuyt. 10-10-10 klinkt er zelfs uit het uitvak. En ze zitten op schema. Kuyt, Lamproe. Kuyt, Lamproe, Kuyt. Geeft Kuyt de gelegenheid om weer vanuit een strafschop te scoren voor Feyenoord. En weer doet Dirk Kuyt dat. Het maakt aan alle onzekerheid het einde. Natuurlijk pakt Kuyt dat cadeautje af. Pep komt voorlopig even niet onder de druk van Feyenoord vandaan. Misschien nu? Nee, niet. Gustafsson werkt hard, wint van Dekker. Leek even op een overtreding. Daar de misser, Kuyt scoort! Weer tegen Pek, Dirk Kuyt. En het staat 1-0. Donderdag maakte hij er 2, Dirk Kuyt. Voorzet Karsdorp, bewust omhoog gesprongen door Kramer. Van Polen, neemt wel heel veel risico. Kramer, het is 2-0. Dirk Kuyt. Op aangeven van Michiel Kramer naar de fout van Bram van Polen. Zo'n beetje de meest ervaren man bij Pek Zwolle gaat daar in de fout. En dus kan mevrouw Kuyt juichen. Ai, 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 Bram van Polen. Hij heeft Kramer niet gezien uit zijn ooghoeken. En Kramer is daar scherp. Wat een vrijheid voor Kuyt voor het doel. Kramer dan. En de rebound voor Kuyt. En het is 3-0. Het is gedaan. Met Pek Zwolle. Toch zijn tweede vanavond. Dirk Kuyt.